Dat is het moeilijkste om te leren komen. Dat is moeilijk, ja. Vaak heb je dat of heb je dat niet. Je kan daarin verbeteren natuurlijk. Maar bij Hazard begint toch ook weinig scoren. En die heeft die stap wel gezet, hè. Ja, maar het gaat niet alleen over scoren. Het gaat ook over de laatste pas. Ja, onder meer, ja. De Rode Duivels hebben het nazomerse tweeluik tegen Azerbeidzjan en Estland prima afgesloten en staan opnieuw een stap dichter bij het EK van volgend jaar in Duitsland. Ik ben Gazet van Antwerpen journalist Koen Frans en vandaag fileer ik samen met een 86-voudige international en met een iconische voetbalcommentator de prestaties van onze nationale ploeg. Welkom bij deze Shotcast Late Night. Met de kans en mooi afgemaakt, zeg. Daar is hij, daar is de goal. 3-0, Hans van Aken. Wat fijn, maakt zich vrij. Alderweireld trapt en scoort. Wat een goal, Hans scoort. Goedendag. Dag Frank, dag Frankie. Dag Koen, goedenavond. Ik hoop dat mijn stem het houdt. Je hoort het misschien een beetje. Is er iets, Koen? Gisteren had ik er geen. Vandaag is het al iets beter. Maar om jullie gerust te stellen, ik ben al 2 keer negatief getest op corona. Dus hij is al getest op corona. Daar lijkt het niet. Ja. Het is blijkbaar wel aan het rondgaan. Ja, het is aan het stijgen opnieuw. Hè. Voorlopig niet bij mij. Janko is er opnieuw niet bij. Nee. Vorige keer had hij radioverplichtingen en nu is hij op reis. Hij zit in Albanië. Albanië, Is hij daar nog voldoende mee bezig, volgens jullie? Albanië, dan denken wij altijd aan de Balkantrip, Frankie. Ja, in 84, december 84. Ja. Mijn eerste interlands, Frank. Is dat eerste, ja? Griekenland, eerst 0-0 in Griekenland. Ja, binnen dan, de 3 dagen Griekenland-Albanië toen. En dan naar Albanië en... verloren met 2-0, of 2-1, denk ik. Ja, maar goed, kunnen, verloren alleszins. Michel de Grote stond linksbak. Ja, die was erbij. Ja. En ik denk ook Jaspers. Eddie Jaspers van Beveren. Die meen ik me ook nog te herinneren. Komt van Wildert eigenlijk, in het noorden van de provincie Antwerpen. Maar Eddie Jaspers. Dat is heel lang geleden. Hè. Ondertussen, ook al hebben wij daar toen verloren, is Albanië een stuk sterker geworden. Ja. Ik wou net zeggen, doen het uitstekend in deze kwalificatiecampagne, want ze staan aan de leiding in een groep met Polen en Tsjechië. Ja. Ja, maar we gaan het uiteraard niet over het Albanese voetbal hebben. Sorry. Nee, maar ik wil maar zeggen, de Janko... want ik was daar in juni zeker in Albanië. Ja. Ook tijdens een interlandperiode. Ik denk dan Nations League en dat soort toestanden. En overal stond de voetbal wel op, ze. Het leeft daar. Ja. Maar toen, in die periode van die interland, ze was een gesloten land. Hè. Ja. Was nog extreem communistisch. En Verhoja. Er mocht niemand Hoja, binnen. Ja. Ja. En heel de familie en zo. Ja. Man heeft heel veel schuilkelders laten bouwen. Hè. Dat zie je daar nu nog. En die zijn dan, ze hebben daar dan een beetje kunstwerk van gemaakt. Ja. Mooi beschilderd en zo. Oké. Ja, genoeg over Albanië. We hebben de wedstrijd vanavond samen gezien. Ja, ja. De Belgen winnen voor de 2e keer op rij. Ja. 1-0 in Azerbeidzjan, nu 5-0 tegen Estland. Ja, zijn jullie tevreden over wat jullie hebben gezien? Vanavond vond ik dat wel ik dat uiteindelijk wel deftig. Want bovenop de 5 goals, hebben ze straks nog een keer geteld. Ik denk nog een kans of 6-7 erbovenop. Ja, dan heb je het eigenlijk wel goed gedaan. Ja, want het is ook vanzelfsprekend natuurlijk tegen dat soort landen, zeker Azerbeidzjan. Maar het probleem blijft, wat leer je daar nu uit? Hè? De jongens leren elkaar beter kennen, spelen wat samen. Maar het speelt eigenlijk tegen een ploeg die, althans zeggen, een 4e klasser is, hè, of zoiets. En dat is het probleem. Ze komen nooit echt onder druk staan, want ze hebben geen doelpunt tegengekregen in die 2 matchen. Maar wel kansen tegen. Maar wel kansen. En dus... die verdediging die wil ik toch wel eens nog eens onder hogere druk zien spelen. Vanavond 2, waarvan 1 eigenlijk wel een overtreding was. Goed, er was niet gefloten. De duurfout op fase. Ja, die bal op de lat was eigenlijk wel een overtreding. En dan Doku een keer goed gereageerd. Was nog een kans geweest voor hen. Ja. Maar uiteindelijk, al bij al, vond ik dit vanavond wel aanvaardbaar. Ja, dat was wat. Want je speelt constant tegen op de helft van de tegenstander. Bijna op de 16 van de tegenstander. Ook de koning vond het goed, had ik de indruk. En dan is wel goed dat we nu toch met Doku wel iemand hebben die op de zijkant de actie kan maken. Is dat de meest opvallende naam? Ja, vandaag toch wel, ja. Maar er zijn er nog wel een aantal. Hè. Vertongen, uiteindelijk
is dat, vind ik dat dan nog het mooiste moment. Die wissel. Ja, het geheel, hè, 150ste wedstrijd, scoren, hè, de 1-0 maken, dan uiteraard de applaus krijgen. En op het einde aanvoerder, toen Lukaku vervangen werd. Ja. Dus alles en dan het Dean Onana, aanvoerder. Ja. Dat vond ik dan wel misschien wel het mooiste moment. Ook zijn interview gisteren, dat we vandaag konden lezen. Vond ik ook heel erg goed. Er waren redelijk waszinnige dingen in, vond ik. Hij gaat ook mee in die verjonging. Hè? Ja. Dus hij is zelf uiteraard de oudste van ons. Hij is zo oud als maar hij pakt dat heel goed aan. Hè. De manier waar hij daar naar kijkt. En wat de taak dan is van de weinig ervaren spelers die nog overblijven. Dat is zoals het moet, vind ik. Ja. Hij zegt zo van, het is onze taak om die jongens te omarmen, zou Victor Kampenaert zeggen. Hebben er dan anderen van de oudere generatie dan minder dan vertrokken? Ik vind dat wel, ja. Die zijn daar minder mee bezig. Ja, ik vind dat wel. En dat is ook al gebleken, hè, eind vorig seizoen zeker. Dat vind ik wat dat je moet namen doen. Noemen, hè, Frankie? Nee, ja, maar Courtois. Courtois. De Bruinen hebben dat gewoon minder. Die stralen dat alleszins veel minder uit. Spreken zich ook op die manier niet uit. En hij beschermt ze. Gisteren in dat interview. En hij zegt ook hoe het dan moet. De jeugd omarmen. Ja. Dat is zo. Dat is in het leven zo. Dat is in het voetbal zo. Je mag daar niet tegen vechten, want dat verlies je toch altijd. Dus geef de jeugd kansen en ga erin mee. En misschien is de kwaliteit minder dan de vorige generatie, want die was heel straf, zeker achteraan. En als je dan nog Hazard erbij neemt en noem maar op, dat is gewoon zo. Maar dat wil niet zeggen dat je niet moet meegaan. Hè. Je moet die steunen en Tedesco ook. Ja, Lukaku heeft dat ook, Koen. Die zit tussen de twee generaties misschien jawel, een beetje. Ja, goed. Dat is nog maar 30. Jongere, oudere. Ja. Is dat nu een geslaagd tweeluik? Hebben we hier, Frank zei het wel, ik kan hier weinig uit leren, maar hebben we hier toch iets uit opgestoken dat we kunnen meenemen naar volgende interlandperiodes? Je kan kijken naar de individuele prestaties binnen dat geheel. Hè. Dan komen we bij Doku Mangala, vond ik ook heel erg goed vandaag. Kwam goed mee. Ja. Maar ja, dat middenveld ook en achteraan, dan moeten we dus de test nog zien. Onana, die moet altijd spelen, dat klopt wel. Maar je ziet in die passing is dat nog niet echt 100%. Dat is ook zijn ding niet. Tegen sterkere ploegen ga je meer aan hem hebben. Hij gaat duels winnen, gaat meegaan. Maar nu als het gesloten wedstrijden zijn, is dat minder zijn ding. Heeft hij de tijd om te passen, dan komen die passes toch niet altijd goed. Dat is niet zijn sterkte. Maar de pure kwaliteit zit niet bij hem. Het zit meer in het fysieke vermogen dan in het voetbaltechnisch. Ja, en in die lange halen naar voren. Hè? Ja, het ene moment vandaag, zodat hij vanuit het middenveld was dan ontgoocheld dat hij de bal niet terugkreeg. Maar dat is inderdaad zijn ding. Bal afpakken of intercepteren en dan gebruik maken met zijn lange passen in de ruimte dat er ligt. Tegen sterkere teams ga je ook meer ruimte krijgen en dan kan hij daarin duiken en zo. Maar ja, Tieleman zat daar. Eigenlijk is die betere passeur dan hij. Ja. Alleen zit hij niet in de grootste vorm. Mag hij ook weinig spelen. Ook wel een beetje afgemaakt na die wedstrijd in Azerbeidzjan. Misschien een beetje overdreven. Want ik heb de wedstrijd met vertraging gezien. Mm. Ik had daar natuurlijk al de kritieken gelezen. Maar ik vond dat. Ik zeg niet dat dat goed was, hè, maar zo in. Echt slecht was hij nu ook niet, vond ik. Hij was kind van de rekening. Maar het is nu niet dat hij zoveel minder was dan anderen. Dus, het was wel een matige wedstrijd, die eerste er. Maar dat zijn ook de omstandigheden, Frank. Ik bedoel, slecht veld. Dat soort wedstrijden thuis tegen Azerbeidzjan wint ook met 5-6-0. Hè. Ja, ja. Dat is dan ook weer. Ik wil dat niet goed praten, maar ik snap wel de omstandigheden. Blijft 440.000 kijkers voor die wedstrijd. Ja, maar zo'n zaterdagmiddag. Het was ook goed weer. Het was heet. Het was niet gewoon, het was een hitte golf. Dat de Belgen de Rode Duivels. Ik heb binnen gezeten, maar ik heb afgezien.
Nee, ik denk dat niet. Nee, maar goed, dat zijn niet de meest aantrekkelijke wedstrijden. En ook die gouden generatie heeft ook van die matchen gespeeld. In Cyprus en zo, herinner ik me. Ja, ook van die matchen van, ja. Ik zeg het nog eens, dat is allemaal spielerij eigenlijk. Hè. Ga meteen naar het WK, meteen naar het EK. Schaf ook die poelenfase af. Meteen naar de 16e of ik weet niet wat finales. Wat nu? Dat duurt allemaal zo lang. We weten al dat België geplaatst is. En, maar ja. Dingen ergerde zich daar een beetje aan. Tedesco, die zei het. Iedereen ziet ons al op het EK. Ja. We moeten, Eigenlijk zijn dit dan toch gewoon voorbereidingsmatchen. Ja, dat zijn veredelde oefenmatchen. Maar je gaat meer leren volgende maand, in principe. Tuurlijk, ja. Dan mag het Zweden, Oostenrijk. Eerst Oostenrijk, dan Zweden thuis. In Oostenrijk, ja. Ja, dat zal voor de groepswinst zijn, want Oostenrijk is gaan winnen in Zweden. Dus de Belgen hebben nog drie punten nodig. En we spelen nog thuis tegen Azerbeidzjan. Dus. En er gaan twee teams naar de eindronde. Dus rechtstreeks, de derde maakt op een of andere manier ook nog kans. Ja, natuurlijk. Ja. Dus ja, we zijn erbij. Maar dat is ook allemaal een kwestie van tv-rechten. Hè. Zoveel mogelijk matchen, zoveel mogelijk ploegen. Ik zeg het nog eens, ik heb het daar straks ook gezegd. Voorronde 1982, het WK, speelden wij in een groep met Nederland en Frankrijk. Maar dat was elke wedstrijd op leven en dood. En nog Schotland erbij. Maar er waren toen minder landen in Europa ook gewoon. Ja, die kleine landen waren er allemaal niet in. Het was één Joegoslavië. Ja, maar dat begrijp ik allemaal. Maar toen was het elke match erop. Er gaan er gewoon te veel nu. Dat is ook de conclusie. Maar het is ook niet heel straf hoe goed we geworden zijn in al die kwalificatiecampagnes. Ja. Want weten jullie hoe lang dat we al niet hebben verloren in een EK of WK kwalificatiecampagne? Dat zijn er al een aantal. Martínez is daar specialist in, ook nu met Portugal. Het is meer dan 8 jaar geleden, 1-0 in Wales. Voor kwalificatie voor het EK 2016. Ja. Foutje van Rajan Angolan. Hè? Klopt. Ja. En denk, we hebben zelfs in een campagne gehad, 30 op 30. Dus, ja, tuurlijk. Ja. Dat is zo, ja. Ja, nee, maar dat is wel waar. Dat is het niveau dat we gehaald hebben. En nu zit dat even overgang van generatie tot een andere generatie. En het is wat zoeken allemaal, want wij zitten wel, soms ook te zeggen, en die ene moet spelen, en die ene moet spelen, en die ene moet spelen. Maar dan, wie moet er dan niet spelen? Dan is het, wie moet er dan? Ja, er is een enorme gelijkwaardigheid tussen een aantal spelers. Hè. Hij zit Mangala, Telemans, Onana, de Ketelaar kan op een team spelen. Van Aken, die is er niet eens bij. Die had ik hoe dan ook wel eens een kans willen zien krijgen. Want die kan wel het spel verdelen. Hè. Het is niet als de Bruyne misschien, maar toch. Hij komt daar het iets bij, vind ik. Trossard speelde daar nu toch geen slechte wedstrijd. Goed, dat is een fantastische voetballer. Maar dat is niet de man van, ik ga hier het spel verdelen. Frank, sorry dat ik je onderbreek, maar in de matchen zoals vandaag, zoals die match van vandaag, maakt dat niet uit. Valt er niet veel te verdelen. Nee, dat is waar. Ja, maar toch, dat iemand, daar kunnen we de bal aan geven en die doet er iets mee. Trossard zal het ook doen, maar dat is toch meer vanuit de individuele actie. Ja. En natuurlijk, prachtige goal. Zonder enige twijfel. Maar vandaag was het vaak en dat was zaterdag ook een beetje het geval, inspelen op Lukaku en zorgen dat je eronder komt en van daaruit de kansen creëren. Want die paslijn die lag altijd maar open. Dus ja, je had eigenlijk geen spelverdeler nodig daar. Nee, je had vooral mensen nodig die onderkwamen en dan nog in de volgende fase iemand die diep ging, hè, Castagne, kwam heel vaak mee, kreeg niet altijd een bal. Mangala deed dat heel erg goed. Ook nog reageren. Nou, weinig balverlies ook, hè. Ja. Dus, jij had het ook over Lukaku. Bij het doelpunt van Trossard zie je zijn rol niet alleen als afwerker, maar ook als aanspeelpunt, pivot. Dat was ook in Azerbeidzjan zo, vooral de eerste helft. Hij forceerde daar ook mee, dat doelpunt eigenlijk, door de bal af te pakken. Nee, maar dat zijn van zijn sterke punten natuurlijk. Hè. Dat is, daar moet je dan ook gebruik van maken. En ik heb hier zijn cijfers nu. Hij zit aan 8 doelpunten in 5 kwalificatiewedstrijden in deze campagne. En 77... 77 in 110. Hij haalt Pelé bij. Zijn cijfers zijn fenomenaal. Daar kun je niet over discussiëren. Die cijfers zijn formidabel. Ja. En ook, wat mij meevalt, is zijn conditie, zijn vorm. Dat hadden we niet verwacht, toch? Ik had dat niet verwacht. Ik had zelfs iemand horen zeggen, een paar podcasts geleden, dat hij er niet bij was. Ik ben altijd voorstander geweest, Lukaku moet je oproepen. Dat is zo. Hij komt uit een warrige periode. Ik vind dat hij heeft zich blijkbaar toch... Hij heeft zijn conditie wel onderhouden, blijkbaar toch. Nee, maar zijn invalbeurt met Roma, 20 minuten tegen Lazio, was dat zeker? Nee, Lazio. Milan. Milan, thuis verloren, ja. Was ook... zelfs als hij daar niet had gespeeld, had je hem nu toch gewoon ook in de ploeg moeten zetten. Of niet? Ja, hij zou hem zeker in de ploeg zetten. Dan moet je voor iedereen
Luke Bacchio mag niet meedoen, want die had nog niet gespeeld. Je moet... Maar Luke Bacchio heeft niet de verdienste. Ik weet wel, maar ja. Je moet daar wel mee opletten. Op een bepaald moment zijn er zoveel... Maar hij heeft wel zijn onaantastbaarheid in de spits wel bewezen weer. In die twee matchen. Hè? Jawel, maar goed... Jij vindt dat niet kunnen? Frank, voor mij had hij er niet bij geweest. Ik had daar geen moeite mee gehad. Nee, in de zin van, ik had dat wel kunnen volgen. Ja, maar daarom vind ik het straf. Hij moet toch wel getraind hebben. Maar hij was wel inderdaad hebben, fit genoeg om minstens, laten we zeggen, een uur goed te presteren. Oh. Zullen we de punten van in de app van het nieuwsblad erbij halen? Van wie zijn ze? Van Pieter-Jan Kalkoen. Wie was voor jullie de man van de match? Want ik heb hier 1 met een 8. Doku zeker, hè? Met een 7. Dat zou Lukaku zijn. Die 2. Assist, 2 goals. Dan krijg je sowieso een 8. Hè. Ook en, al heb je. Doku een 7 vind ik misschien wat. Misschien het eindproduct ontbreekt misschien wel. Pieter Jan Kalkoen heeft hem een punt te weinig gegeven. Nee, maar hij demonstreerde ook op het eind tegen natuurlijk een vrij zwakke tegenstander. Maar hij heeft ook show gehad. Hè? Maar er stoort iets, jullie. Hè? De kniezwengel. Vooral in het begin van de match doet hij zo de kniezwengel van Kate Ryan. En dan denk je, demareer gewoon. Want eigenlijk is niet hij heeft natuurlijk die techniek wel, maar hij is vooral die demarrage. Hè? Hij demareert de straatstenen uit de weg. Maar het eindproduct, denk ik, gaat altijd een probleem een beetje blijven. De eindpaas misschien, De fijne techniek zit er dan in om... Hij heeft dat wel, dat meenemen, het overzicht. Ja. En daarom is het goed dat hij bij Guardiola terechtgekomen is. Kan je dat nog leren? Gaat hij dat nog dat leren? Dat is het moeilijkste om te leren. Dat is moeilijk, ja. Vaak heb je dat of heb je dat niet. Je kan daarin verbeteren natuurlijk. Maar bij Hazard begint toch ook weinig scoren. En die heeft die stap wel gezet, hè? Ja, maar het gaat niet alleen over scoren, het gaat ook over de laatste passen. Ja, onder meer. Zijn er spelers die in die tweeluik voor jullie door de mand zijn gevallen? Tielemans is al halvelings vernoemd, maar ik zag ook een buis zaterdag voor Wout Vaas. Dat waren toen de punten van Ludo van der Wallen. Ja, ja. Die kregen 4 voor die wedstrijd. Vandaag ook. Ludo is altijd streng, hè? Ja, maar goed, heeft daar een keer heel nonchalant de bal verloren toen. Dat was bijna doelpunt. De hele verdediging moet de grote test nog ondergaan in een groot toernooi tegen sterke tegenstander. Want Theat, Vaas, Kastanje, dat is toch minder dan dat we voorheen hadden. Hè. Vertongen oké, maar die is wel een pak ouder. Maar wat er toen stond, een goede Meunier is beter dan Kastanje. Daar heeft Vertongen ook wel gelijk in. Hè. Frank, wat er stond, was eigenlijk wereldklasse. Of zo goed als. Hè. Als je dat Vermalen nog bij Kompany, van waar komen we? Meunier heeft echt goede jaren gehad. Hè. Ja. Dus je moet kijken wat zit erachter. Hè. Als je Theater nu, of Kastanje, nu opstelt, wie ga je opstellen? Sikke? Is Sikke nu al beter dan... Kastanje, is de Kuiper beter dan Theat? Is de Bast de beter, Bast. Puur verdedigend dan Wout Vaas? Aan de bal, denk ik zeer zeker, maar het pure verdedigende is ook nog niet goed genoeg bij de Bast. Dat klopt. Dus ja. En zijn ze intrinsiek beter dan wat we hadden met de gouden generatie? Nee, natuurlijk niet. Dat gaan we niet meer even halen. Als je Vermalen of Theater pakt of Vaas, dan moet ik zeggen. Ja, dat is het verschil. Hè. De Vermalen in zijn prime, Kompany in zijn prime, Meunier in zijn prime. Dan is het misschien goed dat je gewoon enkele matchen nu... Al de wereld, ja. Nu binnen een maand die ik mannen laat zeggen, staan. Blijft het dan niet straf met deze spelers dat je 3 speeldagen voor het einde eigenlijk al quasi zeker bent van kwalificatie? Dat blijft toch een goede prestatie? Dan? Ja, degelijk, maar ook niet. Ook wat we mogen verwachten, hè. Ik bedoel, het zijn allemaal wel goede voetballers, hè, zonder enige twijfel. Maar als je vergelijkt met de gouden generatie... Maar dat heeft ook wel tijd gehad, nodig gehad, Frank. Dat is ook niet... Ja, dat is begonnen in Peking. Het was ook niet de eerste 2-3 jaar dat die pannen van tak spelen. Nee, dat is wel... Dat moet wat groeien. Maar Vaas zal nooit Kompany worden, hè, punt. Nee, maar ook elkaar een beetje leren kennen. En dan, de keuze, het is toch niet moeilijk. Als je een keer nadenkt, voor die keuzes te maken, wat is het beste? Ja, dat is wel. Vind jij dat ze ook misschien met 5 zouden kunnen spelen? Of moeten we daar niet meer naar terug?
Ik vind van nee, je moet daar niet onmiddellijk naar terug. Hè, want allee, we hebben straks een beetje de oefening gemaakt. Dat is ook niet simpel, hè, Frank. En dan moeten er weer veel uit. Ook, ja, dan moet er ook uit. Ja. Wie zet je als wingback? Nou, dan kun je de links, man zetten, rechts. Maar dan moet er een ander uit. Ja, de man. Hè. Carrasco heeft dat al gespeeld, ja, uiteraard. Ja. Maar ja, dan... Nee, laat Tedesco maar doen. Ja. Nog één speler er misschien uithalen. Ja, Koen Kasteels. 2 matchen gekiept. 2 keer de nul gehouden. Ja, vandaag, prima doelman. Ja, goed gedaan in Azerbeidzjan. Wat hij moest pakken, pakte hij. Ja, maar dat is een goede doelman. En vandaag heeft hij niks moeten pakken. Dus stel dat Courtois het EK niet haalt, is dat geen ramp? Of is er toch nog een niveauverschil? Courtois is natuurlijk exceptioneel goed. Ja. Je hebt liever... Maar je hebt ook nog die situatie met Courtois die nog niet helemaal uitgeklaard is. Maar je kunt ook blessures hebben, hè. Company heeft ook een aantal grote toernooien niet kunnen meedoen, in 2016 onder meer. Ja. Dus ja, dan moet je ook voort, hè. Je moet spelen. Hè. Nee, we hebben wel een ruime kern, hè. Hoe dan ook. Hè. Tot slot, Tedesco, blijven jullie fan? Ja. Of ja. Heeft hij van zijn pluimen gelaten? Nee. Toch, hè? Nee. Ja, in zijn communicatie blijft hij ook heel helder en open. Hij is vandaag verjaard, dus wensen en proficiat. Zeg je dat nu weer in Duits? Geboortestaak, hè. Glückwunsch. Nee, maar goed, die mensen... Ja, ik vind ook, die moet alle krediet krijgen, hè, want hij moet wel die verjonging echt doorvoeren. En Martin is er een beetje in blijven steken op het eind van zijn mandaat. En die, ja... Toch weer een steek, ja, maar, hè? Hoe komen ze niet nog bij Martinez uit? Ja, Martinez, ja, Portugal. Ja. Stel, 18 dat op 18, Europees, hè. Stel dat die Europees kampioen wordt. Ja, maar met zo'n ploeg, Frank, dat kunnen wij ook ploeg, dat hadden wij ook, hè, Frank? Ja, maar dus we hadden een slechte coach. Als wij coach zijn van Portugal met ons tweeën, dan worden wij ook Europees kampioen of wereldkampioen. Maar ook, en hij heeft een fantastische carrièreplanning. Wat mij wel opviel, het is laat dan op de avond, dan, dat is dat Martin is het volkslied van Portugal, het volle borst meezong. Maar echt, mijn drive heeft hij nooit gedaan met de Brabantsonne. Ja, maar ik denk dat hij hier dacht, ik weet het niet, als ik het in het Nederlands doe, ga ik de Franstaligen tegen hebben? Doe ik het in... Ja, het zal makkelijker in het Portugees zingen dan in Nederland. Nu doen ze het in de drie talen. Hè, nu. Ja, moeilijk, ja. Maar dus dat stond er echt zo. Ik dacht, ik vind dat raar als je niet echt van die nationaliteit bent. Natuurlijk Portugal, Spanje. Hè. Gaan we door met de andere Europese landen, zeg maar. Of blijven we bij de Rode Duivels nog even? Nee, zeg maar. Ja, ik had hier Portugal staan. 6 matchen op rij gewonnen, doelsaldo 24-0. 18 op 18. Ja. Maar wat een generatie, ooit. Hè. Ja. Wie hebben we daar allemaal niet? Leao. Jullie hebben gekeken naar de wedstrijd. Ik heb tot de 3-0. Ja, ik ook. Ja. Dan, ik ook, ja. Ik dacht, nu is het wel gedaan, het was ook gedaan. Hè. Dan heb ik nog... Tegen een amai, top, vrij degelijke ploeg. Hè. Luxemburg is... Niet van het sterkste, maar die toch maken degen. Nog kans om zich te plaatsen, denk ik. Ze maakten een paar fouten. Hè. Ze werden ook verloren ook de bal te gemakkelijk onder druk. Maar als je ziet, ja, Ruben Dias alleen noemen, dat is allemaal kwaliteit. Ja, dus ze hebben Gonzalo Ramos. Nou, was Cristiano er nog niet bij. Nee, die was geschorst, zeker. Die zat al terug in Saudi-Arabië. Ja. Boeken hun recordoverwinning zonder Cristiano Ronaldo. Dat zal pijn doen. Hebben jullie nog andere landen aan het werk gezien? Er was nog een 7-1. Spanje heb ik ook nog een stuk gezien. Lamine Yamal, ja, schitterend. Zijn ze ook aan het verjongen. De goal van... Waar zijn ze stevig aan het verjongen. Ja, schitterende goal, hè. Ja, die en Williams ook, Nico Williams zeker. Ook wel tof. Ja, mooi, snel, demarrage. En aan Duitsland, hè. Daar moeten we het ook nog over hebben. Ja dat is... De kwaliteit is redelijk wel snel in de kern. Ja, dat wil ik net zeggen, redelijk snel naar beneden gegaan. Hè? Ja. Toch nog begonnen aan het WK, toch als een van de favorieten. Uiteindelijk... Eerste ronde niet overleefd. Onder andere tegen Japan. Maar en dan, wat is het? 1 match maar gewonnen? In 6 vrienden? Het zijn allemaal oefenwedstrijden. Ja, ik denk maar 1 gewonnen, effectief. Gewonnen. En nu 1-4 tegen Japan, was een doodsteek. Tegen Peru. Tegen Japan. Ito en zo, hè. Ja, scoren, hè. Ito en... Zet dat dan die overwinning van ons in Duitsland ook in een ander perspectief? Of? Ja, misschien ik vond ze wel goed spelen. Ze hebben bijna van niemand gewonnen de voorbije. Nee, maar ze waren wel goed, de Belgen, hè. Toch? Ja, toen was het lang... Zeer verrassend en snel en goed. Maar ze hebben nu vanavond wel gewonnen, trouwens, met 2-1 van Frankrijk. Ja. Oefenmatch, dus ze zijn teruggelanceerd. Ja, die spelen alleen maar oefenmatch. Ja, dat is waar. Ja. Bij ons was ook een oefenmatch. Ja, een andere oefenmatch. Maar het was ook...
Het was ook een beetje te veel zoeken en te veel veranderen. Systeem ook. Spelers. Ja, nee, dat is ook Kimmich, Kimmich speelde op de rechtsachter, hè? Tegen Japan. Hè? Kan het toch, of niet? Ja, maar ja. Hij komt daarvan, hè. Ik weet wel, maar goed. Maar jij zei ook inderdaad als Tjaan enzovoort. Ja, dat vind ik wel, hè. Ja. Ik zat toch... Nee, Tjaan, Zule, dan denk ik, joh. Dan wil ik een Europees kampioen mee worden. Ja, maar dat is niet de topkwaliteit. Voor het is toch al gezien voor een land als Duitsland. 10 maanden of 9 maanden voor de start. Ja. Moet ze op zoek naar een nieuwe bondscoach. Maar ja, WK in 2018. Het recente WK. Nooit de poelenfase overleefd. Dus dat was toch al een indicatie. Hè? Crisis in Duitsland. Ja, is gebeurd. Hè? Hebben jullie het debuut van Gilles Swerts meegepikt bij de belofte? Gisteren een stuk, ja. 1-0 gewonnen tegen Kazachstan. Ja, Kazachstan die speelde niet zo slecht, moet ik zeggen. Nee, heel defensief, een beetje zoals Estland ook. Die kwamen er af en toe snel uit en zo. En een doelpunt van een jongen, die we hebben het er net over gehad. Brugge, we kenden hem niet echt, hè, of we kenden hem nog niet echt. Hij trapte hem wel goed binnen, moet ik zeggen. Wist wel dat hij was ingevallen, hè, Koen? Dat wist je. Ja, dat is waar, dat is waar. Tegen Westerlo. Tegen Westerlo. Kazim Olakbe. Olakbe, ja. Ik weet niet goed hoe je het moet uitspreken. Denk Olakbe, zo zei Nicolas de Brabant. Maar assist van Arthur Vermeer. Ja. Het was wel knap afgemaakt. Gewoon zo getrapt, ja. Stevig. En, zo ja, en daar zit ook veel talent, maar het is allemaal zo gelijkwaardig. Zo, hè. Ja. En dat, ja. Ja, dat middenveld daar is het ook niet verkeerd. Dat is een Keita, Franks, Vermeer. Mm-hmm. Dat zijn jongens die toch ook op termijn... Normalerwijze, ja. Normalerwijze. Maar er zouden zo één echt moeten uitkomen. Hè. En Vermeer lijkt mij daar het meest voor geschikt. Die heeft toch iets bijzonders. Je bedoelt aan potentiële wereldtop, ja, echt. Ja, allee, hoger nog dan nu. Ja, ja. Ja. Wereldtop is natuurlijk zeer... We gaan het nu zien, hè, Frank, tegen Barcelona. Hè? Ja. Alleen in de zin, we gaan het zien. Maar, want gisteren gaf hij ook een aantal slechte passes, hè, moet ik wel zeggen. Maar hij ziet het snel. Ja, hij heeft Want die een bal op Olakbe, als ik het goed uitspreek, dat lijkt simpel. Maar dat is perfect gedaan. Ja, want er stond daar nog zo één net niet in de passinglijn. Maar hij had het toch wel gezien in één tijd. En hoe snel hij ook weet waar hij staat. Hè. Hij kijkt al rond. Hij heeft dat gewoon van nature. Hè. Ja, slim. En dat is alleen voor de allergrootste. Moet hij er dan al bij zijn, het komende EK, of is dat nog te vroeg? Ja. Oh, die kan er wel bij komen, hè. Dat, we hebben het net het middenveld een beetje besproken. Zullen we in de Champions League zien? Van de Rode Duivels. Hoe daarmee valt ook aan, hè. Maar ja, goed, daar zitten natuurlijk met de waardeverhouding van de ploegen. Frank, als je... Ja, maar dat geef ik toe, maar dan kun je toch wel zien. Ja. Oh, wat de potentie is, denk ik. Ja. Zelfs als je verliest van Barcelona enzovoort. Ja. Ik heb deze week ook een bondscoach gesproken, een Belgische bondscoach, die het opnam tegen een Belgische bondscoach. Ja. Weet jullie over welke wedstrijd het ging? Een Afrikaanse bondscoach. Ja, Pol Put. Ja, en wie heeft er gewonnen? Gambia, Saint Vit. Dat was gelijk spel technisch gezien, maar inderdaad, Saint Vit is door naar de Afrika Cup. Ten koste van Pol Put. Ja. Oké, wil je nog iets kwijt over het interlandvoetbal? Of blikken we al vooruit op wat er komen gaat in... De match in Oostenrijk, daar kijk ik wel echt naar uit. Want dan, dat gaat dan voor groepswinst, zeg maar. Ja, en want ook de match België-Oostenrijk was ook wel een waardemeter. Hè, en de Zweden die zijn toch enorm veel verzwakt tegenover vroeger. Ja, en nogthans, als je de ploeg, de namen bekijkt, altijd... En meestal is dat een stugge ploeg, een ploeg die voor elke tegenstander moeilijk te kloppen is. En nu zo, de Belgen 0-3, nu Oostenrijk natuurlijk ook niet te onderschatten. Oostenrijk, dat is geen absolute top, maar dat is een goede ploeg. Ook altijd een goede ploeg, altijd, ook de laatste jaren. Ja. Maar toch, meestal in dat 4-4-2 systeem van die Zweden is dat altijd degelijk. Natuurlijk, ze stonden. Het was ook wel een wedstrijd die ze moesten winnen. We hebben ze niet gezien. Ik weet ook niet hoe dat verlopen is, misschien. Op de counter afgemaakt geweest. Maar het zijn toch pijnlijke resultaten: 0-3 thuis België, 0-3 thuis Oostenrijk. Dat is pijnlijk, ja. In Zweden gaan ze daar niet mee lachen. die coach zit daar ook al lang, toch? Die man was zijn. Ja, de naam ontsnapt nu wel. Maar zit daar toch ook al heel lang op de bank. Het zou wel eens de nederlaag te veel kunnen zijn ook voor die mensen. Dat gaan we zien. Zo'n interlandbreek, is dat toch altijd een beetje anders en afwachten toch tot het competitievoetbal terug begint? Of kunnen jullie daar ook wel van genieten? Maar ik kan daar wel van genieten, ja. Van de break bedoel je?
iets meer rust dan toch. Ja, ja, dan zijn er... Ik pik ook altijd wel mijn wedstrijden uit. Hè. Nederland probeer ik. Allee, probeer ik. Als die dan niet op hetzelfde moment spelen als de Belgen, kijk ik ook meestal wel. Ook veel kritiek gekregen, hè? Ja. Nou, dus, die krijgen altijd veel kritiek. Nou, maar als die 5-0 winnen, dan is het nog wel een moeilijk beginnen tegen de Ieren. Hè. Kwamen ook snel 1-0 achter. Hij heeft het toch weer allemaal gezien. Hè? Ja, hij heeft veel gezien. Ja. Ja, 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 ja. Louis van Gaal heeft voor ambiance gezorgd. Hè, door te zeggen dat Argentinië, Messi absoluut wereldkampioen moest worden. Dat dat allemaal zo geregeld was. En, een beetje kinderachtig. En Van Dijk. Wijs dat maar eens. Ja, Van Dijk heeft dan... Vond het flauwekul en Weghorst zei van een slimme mens. Dus er waren ook al twee verschillende meningen. Dat is vreemd, ja, want die stonden toch 2-0 voor en dan toch 2-2. Hoe je dat allemaal kunt organiseren als FIFA, het zou straf zijn. Oké, voor we er echt mee stoppen, wil ik nog vragen wat jullie plannen zijn voor deze week en voor komend weekend. Want ja, de Jupiler Pro League staat terug voor de deuren. Ja, ik doe van het weekend voetbal, hè, dus de topper tussen OH Leuven en AA Gent. Oh, Agent, toploeg in België. Ja. Dat is ook wel een mooie match. Geen slechte match. Maar ja, het is wel een mooie... Maar ik doe een buitenlandse wedstrijd. Ja. Of ik mag dat doen, ik zou het zo zeggen. De Milanese derby op zaterdag. Ja. Is dat dan ter plekke? Nee, nee. Vorig jaar waren we met Michael van Varenberg waren we ter plekke. Aha. Maar nu niet. Nu... En de Vuelta, hè, Koen. Morgen Anglino. Zware bergrit en Vingegaard is er vandaag weer vandoor gegaan. Hè. Ja, we zullen zien. Ik vind het wel boeiend, ja. En Remco heeft zich gespaard, dus... Ja, dus hij heeft zich ingehaald. Gaan nog een etappe proberen winnen, of... Morgen, ja, toch, morgen is het wel zwaar rit, hè. Ja, de Angliroe. Ja, dat is... een beest. Al beklommen, Frankie? Nee, ik ga er niet meer om beginnen, ook, Frank. Ik ook niet. Nee, dus dat, het is elke dag sport. Nee, jullie vervelen jullie niet, dat is duidelijk. Nee. Er is ook Bayern München, Leverkusen, op zaterdag. Xabi Alonso. Ja. Leverkusen. Boniface. Het is goed begonnen aan het seizoen. Ja, ook. Klopt. Alright, dat was het voor vandaag. Merci Frank, merci Frankie. Graag gedaan. Merci aan Elisabeth voor de montage. En aan de mensen thuis, dikke merci om te luisteren. Mijn stem heeft het net volgehouden. Tot volgende week maandag voor een nieuwe aflevering van Shotcast. Kuipers met de kans en mooi afgemaakt. Daar is hij inderdaad.